vandaag met Lilian. En zij heeft ook een YouTube kanaal. Van Back to Beauty. En ik maak eigenlijk fashion en beauty filmpjes. Ja, ze maakt hele leuke filmpjes. Dus als je haar niet kent, vooral even op haar kanaal kijken. En we gaan vandaag samen een tag opnemen. En dat is de Would You Rather tag. We krijgen dan eigenlijk een paar rare vragen. Eigenlijk een paar rare scenario's waar je uit moet kiezen. Die je eigenlijk helemaal niet wil. Of dat je nou zonder blush of met groen haar wil rondlopen. Zulke vragen zijn het. En dan moeten we wel uit kiezen. Dus zoiets. Beetje raar voorbeeld, keuzes. Maar zoiets. Nou, laten we maar gewoon gelijk beginnen met de vragen. Zou je eerder de deur uitgaan met rommelig haar en wel mooie make-up? Of juist dat je haar wel mooi zit, maar dat je make-up, dat je geen make-up op hebt? Ik denk dat ik voor de eerste ga. Gewoon rommelig haar, want dat kan tegenwoordig ook. Een beetje wat, best hip toch? Ja. Messy hair. En dan make-up wel verder goed. Ik ga voor rommelig haar en make-up. Ja, dat ziet er toch wat verzorgder uit, denk ik. Ja, ik denk dat ik ook hetzelfde zou doen, want... als ik echt niks aan make-up op heb, dan voel ik me toch nog een beetje, niet helemaal wakker. En rommelig haar, en rommelig haar kan best wel leuk zijn. Ik doe sowieso nooit heel veel aan mijn haar, dus dan kies ik daarvoor ook. Het was niet zo moeilijker deze eigenlijk. Nee, deze was nog wel best makkelijk. Ja. Nou, de volgende vraag. Vind je het erger om je wenkbrauwen af te scheren of dat al je wimpers uitvallen? Ja, deze is dus bijvoorbeeld wel echt vreselijk, want dat wil je natuurlijk allebei echt niet. Maar ik heb er even over nagedacht en ik ga toch voor dat ik dan liever heb tot mijn wimpers uitvallen. Want ik dacht, misschien kun je dan nog iets met nepwimpers doen of zo. Ja, en ik weet niet waar het aan vastplakt, maar het is ook wel heel erg. Maar wenkbrauwen, dat zou ik echt niet willen, want dat geeft gewoon je hele gezichtsvorm. Ja, ik had het een keer op tv gezien. Er was ook zo'n challenge en dan werden wenkbrauwen eraf geschoren als je dan iets niet goed had. En het ziet er niet uit. Echt? Dus ik ga ook voor dat als mijn wimpers uitvallen. Ja, want je kunt nepwimpers, je kunt de eyeliner, je kunt er zoveel. Dus ik ga ook daar. Ja, daarom. Want als je je wenkbrauw of zo, als je daar gaat tekenen en er zit helemaal geen haartje, dat ziet er echt niet mooi uit. Nee, dat is gewoon nep. Zo nep? Dat wil je ook niet. Nee. Als je voor de rest van je leven nog maar bij één winkel make-up zou mogen shoppen, zou je dan kiezen voor de MAC of voor de Sephora? Ik ga voor de Sephora. Dat was geen moeilijke vraag. Sephora, daar kun je gewoon alles kopen. Dus of dat ik, dan kun je geen MAC, maar wel andere dingen. Echt Bobby Brown, alle andere grote dingen. Merken, maar ook wat meer betaalbaar zit er ook gewoon bij. Ook gewoon Sephora huismerk. Ik ga voor Sephora. Ja, ik ga dan ook voor Sephora. Want ik heb wel wat producten van MAC die ik fijn vind, maar ik ben niet echt zo'n enorme MAC fan of zo. Dat ik echt alles daarvan heb. Nee, voor mij is dat geen must. Ook Nee. En bij Sephora heb je dan gewoon meer keuze, dus dan Sephora. En sowieso wil ik die, want die hebben we helemaal niet meer. Nee, die handen dat is toch punt één. Ja. Oké, nou de volgende vraag. Zou je eerder iedere dag een lipgloss met opvallende lipliner dragen of een jaren 80? Wat was het? Permanentje. Ja, echt van zo'n poefkapsel met van die krullen. Ik vind zo'n opvallende lipliner, dat is ook echt ethisch volgens mij. Ja, dat vind ik ook echt vreselijk. Ik zie dan ook meteen zo'n metallic lipstick vormen. En zo'n donker randje. Maar ik ga dan toch daarvoor, want dat kun je er gewoon makkelijk ook weer afvegen. En zo'n permanentje, dan heb je echt zo'n ontploft kapsel. En het blijft echt wel even heel lang zitten volgens mij. Ik ga ook voor de lipgloss met opvallende lipliner, want als ik... Ik weet niet, krullen staan mij niet. Ja, grove krullen vind ik niet zo heel erg, maar echt die hele kleine krulletjes, nee. Ik denk er altijd wel meteen aan, ik keek vroeger altijd Saved by the Bell. Ja? Je ook die Lisa of zo, die had ook dat. Bij haar stond het, maar dat paste gewoon in die tijd. Maar nu zou ik het echt niet, nee. Nee, ik zou het dan niet erg vinden om dan voor altijd lipgloss met lipliner te dan dat maar. Ja. Zou je eerder de deur uitgaan met een hele duidelijke foundation line of met te heftige blush? Deze vind ik wel makkelijk. Nou, ik ga voor een foundation lijn. Ja? Ja. Jij zou voor die andere lijn. Ja, ik zou voor de te heftige blush gaan. Dat is misschien... voor mij meteen een clown. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ik heb natuurlijk een heel lichte huid. Dus bij mij zie je sowieso, als ik dus de foundation te donker is, zie je dat echt heel snel. En dan heb je zo'n pannenkoek effect. En te heftige blush, dan kan ik nog doen alsof ik het heel warm heb of zo. Ja. Nou, bij mij valt het op zich wel. Een te donkere foundation is natuurlijk nooit mooi. Maar ik heb dat wel liever dan dat ik echt knalrode wangetjes heb. Ja, op zich. Hij stond nog niet zo heel makkelijk inderdaad. Maar ik ga denk ik toch voor heftige blush. Hebben we ook nog een ander antwoord gaat over die broek. Oh nee. Oké, nou volgende vraag. Zou je eerder in een MC Hammer pants rondlopen of in een biker short? En
MC Hammer pants, dat is ook echt weer iets van, volgens mij ook van de jaren 80. Maar het zijn echt die hele wijde, poofy clownsbroeken die echt tot bijna tot aan je BH rondkomt. Ja. Moet je maar eens opzoeken of misschien doen we wel een Google even anders. Ja, precies. Maar, ja, zeg het maar. Ja, nee, ik zou dan wel echt voor bikershorts gaan, want dan kun je gewoon... Ja, dan doe je gewoon alsof je gaat sporten, doe je daar gelijk sportschoenen bij en dan kan dat gewoon prima. Dat zie je heel veel tegenwoordig, die strakkere sportbroekjes, dus ja. Ja, dat wou ik ook zeggen. Je kunt er gewoon net doen of je sportief de deur uitgaat. En dan doe ik dat liever dan dat ik echt zo'n... Ja, ik ben nog niet zo heel erg groot en als ik dan echt zo'n broek aantrek die helemaal zo in zo'n zak. Helemaal. Nee, dat vind ik ook niet heel geslaagd. Biker shorts wordt het. Zou je liever een self-tan willen die een beetje naar oranjeachtige kleur neigt? Of wil je liever een self-tan... Waarbij je dan wel strepen ziet, dus lijnen van de self-tan. Oké. Dan ga ik voor de laatste. Want dan heb je wel gewoon de juiste kleur, maar als je dan gewoon een armbandje om hebt of zo, is het net alsof je dan gewoon echt van vakantie terugkomt. Dat je gewoon lekker op het strand hebt gelegen, misschien dat je dan je bikinibroekje of zo of topje kunt zien en misschien horloge dingen. Ik zou gaan voor de perfecte kleur, maar wel met strepen dan. Ja, daar zou ik ook voor gaan. Ik heb zelf ook wel eens dat ik zo'n body lotion met een beetje zelfwaarde en dat ik dacht van, oh, ik zie hier een donkerder plekje of zo. Maar ja, dat valt nog niet zo heel erg op. Maar als je er als een wortel uitziet, ja, oranje ziet het is ook wel zo ook. Ja, ik vind het echt ordinair, dus dat wil ik echt niet. Ik ook niet. Nou, de volgende vraag is wel heel grappig. Zou je liever een slechte haarkleur willen hebben of een slechte kapsel? Ja, ik heb er een tijdje over nagedacht. Het is wel lastig, maar ik denk toch dat ik dan voor een slecht kapsel zou gaan, maar dan niet te kort, zodat je het gewoon wel kan herstellen door nog een keer naar de kapper te gaan, maar gewoon dat er ergens wat mis is gegaan of zo. Maar dat komt denk ik meer ook omdat ik mijn haar eigenlijk nog nooit heb geverfd en ik denk dat heel veel haarkleuren mij ook niet staan. Dus daarom, ja, daar ben ik een beetje huiverig voor. Ik ga voor de slechte haarkleur. Oké. Ik wil mijn haar altijd lang houden en ik vind het niet zo fijn om het helemaal kort te knippen. En als een haarkleur slecht is, dan doe je toch een spoeling of zo. Of een vinger eroverheen. Dat is ook zo, ja. Ik ga voor slechte kleur. Oké. Zou je liever willen dat YouTube helemaal niet meer bestaat of Instagram? Dan Instagram. Ik vind, met YouTube kun je toch veel meer persoonlijke dingen delen. Dus als je filmpjes kunnen langer. En ja, Instagram is wel superleuk. Ik zou het ook niet willen missen. Maar als ik nu daaruit moet kiezen, dan toch Instagram weg. Ja, ik vind het ook allebei echt super leuk. Maar ja, het is natuurlijk wel begonnen met YouTube, daar hebben we een kanaal. En ik denk dat voor Instagram kan er heel makkelijk een soort vervanging komen. En YouTube is gewoon echt zo groot en er staan al zoveel filmpjes op en dan zouden die allemaal weg zijn. Yeah. En ja, ik zou ook niet willen dat YouTube weggaat, dus dan maar Instagram. Dan zijn we nu alweer helaas bij de laatste vraag gekomen. En dat is, zou je liever geen kwasten meer gebruiken of geen mascara? Dus kwasten voor je make-up dan, hè? Ja, precies. Nou, dan geen kwasten. Ik gebruik sowieso voor mijn foundation en zo meestal al mijn vingers. Nou, dan maar een cream blush of zo. Ja. En je kunt in principe ook een makkelijke oogschaduwlook maken met... Ja, gewoon met je vingers. Ja. En mascara, dat wil ik echt niet missen. Ik heb sowieso blonde wimpers. En ook al zou ik ze verven, ja, dat moet echt nog wel. Het heeft wel wat meer nodig. Dus ja. Ja, dat heb ik ook. Ik voel me gewoon een beetje kaal. Gewoon zonder mascara. Dus dat is iets wat ik altijd opdoe voordat ik de deur uit ga. En toen ik voor het eerst eigenlijk überhaupt make-up ging gebruiken, had ik helemaal geen kwasten. En toen ging het eigenlijk ook prima. Dus ik kan eigenlijk ook wel zonder kwasten. Dus, ja, precies. Gewoon back to basics. Of je draagt gewoon geen oogschaduw, heb je al helemaal geen probleem meer. Ja, gewoon helemaal niks en alleen mascara. Dus heel veel dingen ook. Moesproducten. Nou, dat was dan deze tag. Ik vond het heel erg leuk om een video met Lilian op te nemen. Vond je het ook leuk? Ik vond het heel erg leuk. Gelukkig. Maar we hebben nog meer video's opgenomen en... op het kanaal van Lilian staat nu de Shopaholic tag, dus klik eventjes op haar hoofd. Zal ik even klikbaar maken, want dan ga je naar die video toe en kun je die ook bekijken. En hieronder in de beschrijving zet ik ook even een linkje naar het kanaal, dan kun je gelijk abonneren. Dan zien we jullie weer in een volgende video. Doeg! Doeg. Iris Opticiënt.